en 12 van de 15 Caricom lidstaten benadrukken in een gezamenlijke verklaring dat de aanhoudende spanningen in en rondom Venezuela via dialoog en diplomatie opgelost dienen te worden. De verklaring is uitgebracht na een gezamenlijk videogesprek tussen de leiders op 24 januari 2019. De CARICOM-leiders zijn van oordeel dat de aanhoudende politieke crisis, welke verergerd is vanwege recente ontwikkelingen, alleen via dialoog en diplomatie opgelost kan worden. De leiders erkennen Venezuela als natie en delen mee dat ze achter de internationale principes staan. De staten geloven niet in inmenging in interne aangelegenheden van naties. Respect voor soevereiniteit, onderschikking aan regelen wet, respect voor mensenrechten en democratie staan bij deze CARICOM-landen centraal. De verklaring is afgelegd door regeringsleiders van de CARICOM-landen. En wel, die zijn Antigua en Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Jamaica, Montserrat. Sint Kitts en Nevis, Sint Lucia, Sint Vincent en de Grenadines, Trinidad en Tobago en de ministers van buitenlandse zaken van Grenada en Suriname. De leiders van de CARICOM-gemeenschap volgen de huidige onsmakelijke situatie die zich voordoet in het CARICOM-buurland, de Boliviaanse Republiek Venezuela, op de voet. Ze uiten enorme bezorgdheid over het lot van het Venezolaans volk en de strubbelingen als gevolg van recente ontwikkelingen. Ze vrezen voor verergering en toename van geweld, overtreding van regel en wet, waarvan het volk de dupe wordt.